snoet blijf. Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van het Brabants Buske. Ik zou zeker even blijven kijken. Oh, hoe lang nog? Hoe lang? Oh, snoet! Even gas opgooien, Leon. Wat denk jij ervan? Wat uit, hè? On the road again. Wij gaan even opstarten met een boefcamp. Een boefcamp? Bootcamp met je hond. Oh. We zijn uitgenodigd in Zonnebreugel. Yeah. En we weten allemaal hoe goed jij met honden bent, Leon. Ik wel. On the road again. Als deze twee vrolijke vrienden niet voor de boefcamp komen, weet ik het ook niet meer. Zo, Cynthia. Je had ons een mailtje gestuurd. Klopt. Of wij even mee wilden doen aan de Woofcamp. Ja, klopt. Wat is het precies? Woofcamp is bootcamp met je hond. En daarbij leren we je ook heel veel over hondengedrag. En je wordt lekker fit. De band met je hond wordt beter. Maar ja, het beste kunnen we het uitleggen door het gewoon te doen. Als jij je energie heel hoog maakt, dan wordt de energie van je hond ook hoog. Als jij je energie naar beneden brengt, dan wordt zijn energie ook laag. Maar dus als jij echt zo doet van... Snoetje! Zie je, dan wordt ze heel vrolijk en hey, chill. Rustig. Doei, chill. En ze bedoelen dat de hond naast ons blijft? Ja, behalve omhoog, dan mag hij trekken. Ja, mijn tipje gaat goed. Billen zitten hoog, hè? Go. Kijk, zo is het. Heel goed. Ja, snoet. We gaan even de hond een beetje losmaken en opwarmen. Een paar keer. Laat het niet duizelig worden. En dan ook de andere kant op. Dus we hebben altijd één wat betere kant en één wat slechtere kant. Twist. Ja, goed zo, snoet. Cynthia, is dit nou eigenlijk voor de baas of is het nou voor de hond? Voor allebei. Het is echt voor de baas-hond combinatie. We weigeren ook helemaal geen honden op basis van gedragsproblematiek. En daarin zijn we wel redelijk uniek. Want op een hondenschool, als je echt honden hebt die uitvallen of zo, dan kan dat vaak niet, omdat je van de lijn afwerkt. En wij werken aan de lijn. Versterkt echt je band. Snoet! Ja, heel goed gedaan. Goed zo. Blijf. High five. Goed zo. Ja, goed zo. Bijna. Goed gedaan. Goed zo, Sunny. Wij gaan in oktober gaan wij trouwen. En ik dacht, ja, het is een mooi moment om toch ook eens iets aan die conditie te gaan doen. Ja. En ja. Dus dit werkt wel. Dit werkt zeker. Het werkt twee kanten op, hè. Ja. Ik word fit en Sunny gaat ook langzaam wat beter luisteren, tenminste. Ja, is het nodig? Ja, Sunny is echt, we noemen haar een draak. Ja? En ze luistert op sommige momenten voor geen meter. Het is wel een hele vrolijke hond, het is een heel vrolijk beestje. Het is echt een schatje. Ja, zeker. Merk je dan ook dat zij er ook beter van wordt? Jazeker, als je het vergelijkt met de eerste weken dat we dit deden, daar was de concentratie van Sunny echt 0,0. Yeah. En nu lukt het steeds beter om de concentratie erbij te houden. Yeah. En merk je dan ook dat je met haar gaat banden? Jazeker, ja, dan merk je dat de band samen steeds beter wordt. Dat is gewoon leuk om te zien. Zo, nou, die bootcamp kon wel even gebruiken zo naar de carnaval. Zo, en of. Over carnaval gesproken trouwens. Wij hebben wel echt ontiegelijk veel berichten gehad. Ik denk echt zeker 1500. Dus kijkers, jullie zijn echt top. Ja, daardoor zijn we overal geweest. We zijn in het Kielengat, want niet alleen in Oeteldonk gaat de optocht door. Ook in het Kielengat, talen gaan we zien natuurlijk weer.
Maar dit is dus de ronde van Rutselbos. Dit is carnavalspens. Het maiskabaal, ik moest even denken. Zij wilden namelijk een katerontbijtje van ons. Maar ja, ik ben niet zo goed zo'n ochtendmens. Dat weet jij ook wel, denk ik. Jongens, zijn we een beetje blij mee? Hier zijn ze al vanaf 8 uur 's ochtends. Staan ze hier in de rij en zijn ze hier aan het zuipen. Het was behoorlijk spannend vandaag. Het was kei spannend. Karren! En ik heb er nog één gelaten, want ik weet niet. En dokter Mooier probeert mij een beetje mooier te maken, want ik heb gisteren nogal wat frikandelletjes. Dinsdag is toch altijd wel een beetje de laatste dag waarin je ziet dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Ja, dat was echt een uitstekende carnaval. Ja, maar wat ook heel fijn is en echt supergoed nieuws. Wij hebben sinds carnaval ons eigen buskegifje op Instagram. Hoe gaaf. Laat eens even zien. Kijk Leo. Dan ben ik jij. Oh, dat ben ik, zeg. Met een mooi gifje. Mm. Is toch gewoon prachtig. Wil jij nou kans maken op een Brabants Buske pakket? Dat kan. Gebruik dan dit gifje in je Insta-story en tag het Brabants Buske. En wie weet, ben jij. Ik zou zeggen doen. Kunnen wij jullie helpen of zo? Hebben jullie stukken? Nee, we wilden eigenlijk even een buitenshotje maken, maar jullie mooie auto, daar willen we het even over hebben. Ja, ben je gewoon daar recht af. We zijn de vlag aan het opruimen. Dus de vlaggen die met carnaval hier gehangen hebben, die ruimen wij op. Ja, iemand moet het doen. Iemand moet het doen, hè. Dus, en dat doen we met deze mooie auto. En we hebben een mooie hoogwerker ervoor. Dus... En wij zorgen dat ze hier weer netjes opgeslagen worden, kunnen we ze volgend jaar weer gebruiken. We moeten allemaal netjes gerold worden ook. Elk jaar komt dat terug en ja, dat moet ook gebeuren. Behalve nou hebben we een hoop laten hangen in het dorp, want we hebben nog een alvast optocht. Hè? De carnaval optocht 22 maart. Kom maar even kijken. Dan gaan we nu wel naar bier. Sorry. Het was een topcarnaval. Hoe was het de woensdag? Woensdag was het uitslapen en bijkomen. Ja. Dus, was het nodig? Ja, toch wel ja. Maar ja, woensdag is ook weer opruimen en zorgen dat de zaak weer in orde is. Hè. Dus we zijn toch weer aan de gang gegaan. Met een brakke kop. Ja, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Hè. Die kapot zijn gegaan. Nee, gelukkig niet. Maar gewoon netjes, hè? Ja. Dat gebeurt hier in Papka. Die gewoon netjes met elkaar heen gaan en ook weer met elkaar terug. Ook met carnaval? Ook met carnaval. Ja, Leon, het is vandaag schrikkeldag. Dat betekent dat er een heleboel mensen jarig zijn die normaal niet jarig zijn. En een van hen is Wendy. Die wordt vandaag 12 als het goed is. En die zit zich nu te prepareren bij de kapper. Gaan wij eens even feliciteren, toch? Goedemiddag. Hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met je 12e verjaardag. 12, echt waar. Goed hè, 12. Knap uit, hè? Ziet er heel goed uit voor je 12e. Nou, maar ook voor je 48e, hoor. Nou, dankjewel. Een klein presentje meegenomen. Lief, dankjewel. Hartstikke fijn. Lekker, chocola. Altijd goed. Maar ik heb ook gebak mee, hè? Hoor je dat, Leon? Er is gebak. Ja, ik had het als kind eigenlijk niet zo door. Totdat ik 12 werd. Dat was eigenlijk de eerste verjaardag die ik echt wel een beetje bewust ervan was. Dat het een speciale dag was. Ja, die was meteen leuk. Mocht de hele klas uitnodigen. Vijf. Mini playback show hebben we toen gedaan met de klas. Bij ons in de garage. Ja, extra lekkere dingen mogen trakteren. Nou, op jouw verjaardag. Jouw 12e. Dank je. Ja.
En Eva, zijn er nog meer buskenfans vandaag jarig? Jazeker. Kijk, we hebben foto's gekregen van Sandrine. Die zit lekker aan de bosbol. Oh, lekker. Gefeliciteerd. En we hebben nog meer jarigen. Schrikkeljarigen. Kijk, Annie Brom. Die is vandaag 72 jaar geworden. Annie ook gefeliciteerd natuurlijk. Dan wordt ze 18 vandaag, hè? Ja, gefeliciteerd. En hier hebben we Caroline Maas. Die wordt vandaag 13. Maar haar zoon is 15 en haar dochter is 14. Het is ingewikkeld. Ja, levert bijzondere situaties op. Ja. En met carnaval was er nog een bijzondere situatie, geloof ik, hè? Ja, een hele bijzondere dame, Emma Geerts. Kijk, Emma die heeft meegedaan aan de optocht in Berkel-Enschot. En dan moeten jullie weten, Emma is 83. 83, niet normaal. Maar Emma wou heel graag dat het buske langskwam, maar we konden helaas niet komen. En daardoor was ze de hele tijd zoekend naar het buske en heeft ze even niet goed opgelet en is ze gevallen. En daardoor heeft ze de ellebogen gebroken. Oh. Beterschap. Heel veel beterschap, Emma. Toi, toi, toi. En volgend jaar gewoon weer meedoen, hoor. Zit mijn haar een beetje zo, Leon? En vanavond? Vanavond gaan we lekker feesten in de kroeg. Ja, iedereen, familie, gezin... Vrienden, die zijn allemaal van de partij. Helemaal leuk. Ja, helemaal zin in. Tada! Klaar om te feesten? Ja, zeker. Ik heb hem gewoon even lekker strak geparkeerd, Leon. Ja, tot op de millimeter. Ja, is toch niks mis mee? Nee, ik vind er niks mis mee. Nee. Het is best goed gedaan. Ja. En dat zonder piepers. Tijd voor een boswandeling. Ja. Ah, Leon, kijk hier eens. Prachtig. Dit zijn de Oosterwijkse bossen en vennen. Wij komen uit Voorschoten. Ja, wij komen gewoon een nachtje hier overnachten in Boshoort. Ja. Dus toeristen in Brabant eigenlijk? Juist. Ja, 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 ja. Wat is het dan mooi aan Brabant als toerist? De bossen. De rust, de bossen, de natuur, ja. Hebben jullie dat dan iets minder? Ja, minder. Het is echt heel druk in de Randstad. Kom je hier even ontstressen? Juist, ja. En dan kunnen we maandag weer aan het werk. Morgen is naar de Bokstelse Campina, want daar is het denk ik ook heel mooi met alle heidestroompjes en zo. Dus daar gaan we morgen even kijken. Ja. Dus om de vakantie af te sluiten. Twee dagen in de natuur. Twee dagen in de natuur. Twee dagen geen computer. Dan wel. Wat? Yes! Zo Leon, de frisse neus weer gehaald. We kunnen er even een week tegenaan. Ja, en wil je nou weten wat wij een beetje uitspoken achter de schermen? Volg ons op Instagram. En tot volgende week. Doei doei. Au revoir.